is hoor. Met de mooie nieuwe sportpakjes zonder de motgaten. Syvertsen. O'Connor. Dan moet jij de nieuwe Team Captain Quimby zijn. Ja, krakeling. Een krakeling, maar dan warm en zacht voor Molly. Accepteer nooit vijandelijke giften. Dat koekje kan vergiftigd zijn. Ik ben er bijna ingetrapt. Wat erg. Wat was dat een lage streek? Molly met haar regels. Hé, hey, kijk eens. Nu eet de gehakt van Mac. Molly heeft niet gezegd dat ik geen bezit mag nemen van afgedankte mascottekostuums. Een maas in de wet van Molly McGee. We spelen Knoldaanbal. Molly, welke moet ik gebruiken? De golfclub of de cricketbat met de rolloogjes? Ja, helemaal juist. Ga snel staan en laat ze maar zien wat Brighton in petto heeft. Wat een actie! Was dat goed? Deze jongen heeft pit, moet je zien, ze. Het eten is klaar. Vandaag hebben we gehaktbal op het menu. Pas daar even op waar je loopt, gehaktbal. Oh man, we gaan geloof ik een ouderwet mascotte dansduel meemaken. Wow, dat zal pijn doen aan zijn ego. En de knolraap is niet stuk gevallen. Dus dat is een extra punt voor Brighton. Oh, je bent niet alleen knap, maar ook sportief. We staan al 14 punten voor. Ik zie de gouden knolraap trofee in een vitrinekast al voor me. Zie jij het? Zeg maar dat je het ziet. Molly, ik heb geen flauw idee wat ik aan het doen ben. Wat gebeurt er nu? Het jonge supertalent krijgt helaas een paarse kaart. Dat wordt afkoelen in de knolraapbalstrafdoos. Als je de vuvuzela's hoort, moet je stil blijven en niet bewegen. Maar Molly, ik weet niet eens wat een vuvuzela is.